Een nieuw gezicht bij de staf. Stel jezelf eens voor, Bart. Dat klopt. Ik ben Bart Tienes, 34 jaar. En de nieuwe keeperstrainer van Nieuwe Sparta dit seizoen. Hoe kom je bij Nieuwe Sparta terecht? Is het natuurlijk sowieso vlakbij. Ik kom zelf uit Den Bosch, dus dat is vlakbij. En ik ken de club redelijk goed, omdat er ook oude bekenden gevoetbald hebben. Daarnaast is het zo dat Bert Ruijs, die ken ik ook al wat jaartjes. Mede om zijn tijd bij Gemert en bij Udi. En altijd een beetje in contact gebleven. En ik wist van de situatie nu. Er kwam een plekje vrij. En mijn eigen sportieve carrière, dat was goed geweest. En daarom zocht ik een nieuwe uitdaging als keeperstrainer. Heel blij dat ik bij Nivo aan de slag kan. Ik weet dat je bij vele top amateur teams gespeeld hebt. Noem er eens een paar op. Bij OJC heb ik eigenlijk de langste periode gespeeld. Ik denk zo'n 8 jaar alles bij elkaar. Bij Spakenburg 1 seizoen. Bij JFC Kuik bijna 5 seizoenen zelfs. 5 seizoenen, ja. En bij UNA 1 seizoen. En 1 seizoen tussendoor nog bij FC Den Bosch aan het profvoetbal mogen ruiken. Maar helaas net geen prof geworden. Maar ik denk al met al... dat ik wat dat betreft wel tevreden terug mag kijken. Wat zijn je verwachtingen dit seizoen? Ik verwacht sowieso een heel leuk seizoen. Met een jonge, gretige groep. Het is natuurlijk een beetje een gekke periode nu geweest. En daardoor heeft het voetbal lang stilgelegen. Maar ik kijk heel erg uit naar het nieuwe seizoen. Ja, wat verwacht je? Vind ik nog heel moeilijk te zeggen. Qua niveau is moeilijk inschatten voor mij nog. De keepers, ik denk dat in potentie gewoon drie hele goede keepers sowieso staan. Talentvolle jongens die heel graag willen. Dus ik verwacht een heel leuk seizoen. Met hopelijk heel veel groei. Vanuit de hele organisatie natuurlijk. Maar ik ga me volledig natuurlijk richten in eerste instantie op de keepers. Je doet een keepersdag organiseren. Ja. Nou, breng je maar even te sprake dan. Ja, keepersdag. Ik heb een keeperschool en vorig jaar heb ik voor het eerst een keepersdag georganiseerd. Heel erg leuk. En dit seizoen, of dit jaar gaat dat gebeuren op 16 augustus, dus volgende week zondag. Heel leuke dag met heel veel ingrediënten. Dus er komt een profkeeper, er wordt een demonstratie gegeven. Jongens die... vanuit hier die meehelpen zeg maar aan die dag, lunch, alles zit daarbij. Dus het wordt een hele leuke dag en voornamelijk bedoeld om heel veel plezier te maken en jongens te enthousiasmeren om uiteindelijk de keepers aan te trekken. Waar kunnen ze zich opgeven? Ze kunnen zich opgeven via mijn website, dus www.tienerskeepersdevelopment.nl. Of een mailtje sturen, dat kan sowieso. Maar als je op de website kijkt, dan wijst het zichzelf. En natuurlijk, hoe meer zich opgeven, hoe leuker. En dat kan nog steeds, nog 1,5 week. Dus wat dat betreft, zeker iedereen van harte welkom. Oké, Bart. Veel succes. Ja, dankjewel.